Hey Mark! Hey Sven, kerel! Hoe is het? Leuk jongen! Hey, nieuwe winkel! Ja, mooi hè, ja, voor de deur parkeren! Te gek man, en voor de deur parkeren! Hey, premium timepje? Premium time! Ja, het is wel mooi geworden! Wow! Oh, een winkeltje hoor! Premium time! Oh ja! Zo, terug van weg geweest. Dat is lang geleden, man. Ja, echt lang geleden. Ja, en we zitten ook een hele andere ruimte. We zitten er mooi bij hier. Ja, we hebben geluk. Ja, het is gigantisch gegaan met de winkel. Dus we zijn van eigenlijk vorig jaar van niks naar deze winkel nou gegaan in Heesterwinter. Dus we zijn verhuisd van Veghel naar Heesterwinter. Voor de mensen die toch speciaal komen gereden, zal er weinig veranderen. Behalve dat je nou voor de deur kan parkeren. Handig. En het ziet er gewoon allemaal nog mooier en nog gelikter uit. Het is een beetje ruimer hier ook. Want fijn dat we wat meer plek hebben ook. Ja, zeker. We zijn ook zeker van plan om lezingen en dergelijke te gaan organiseren. Nou kan dat ook niet in verband met corona. Maar we hebben wel al een lezing georganiseerd, maar digitaal. Dus dat is ook zeker iets om even naar te kijken. Dat is eigenlijk item 1. Dat is de lezing van David Jonathan. Wanneer is je weer? 23 februari. En? Om 8 uur online via Zoom. Gratis entree. Gratis. Ja. Dus we vinden ook online lezingen zijn altijd een beetje moeilijk. Dus we willen ook daar niet echt iets voor vragen. Dus gewoon een gratis lezing. Een cadeautje van ons. Nou, te gek. En we hebben hier nog meer mooie cadeautjes liggen. Want we hebben mooie spullen. Ja, we hebben mooie spullen. Wat gaan we bespreken vandaag, Sven? Waar beginnen we mee? Zullen we beginnen? Ik wil gewoon even met een trucje. Hè? Je hebt de bovenste. Photoshop. Ik moet alleen nog heel even vlug een muntje pakken. Nou, pak jij een muntje. Ik pak een muntje. Wat we allemaal hebben vandaag. Ja. Vandaag hebben we de Carrot Case. Twee doosjes, super vet. Nirvana, daar gaat Sven mij nog mee verrassen, geloof ik. We hebben hier een aantal hele vette kaartspellen van First. Echt mooie verzamelkaarten, super tof. En deze truc gaat Sven nu mij mee verrassen. En hier, ook tof, de BDM box. Hier ben ik heel enthousiast over. Ja, niet alleen jij. Echt een vet ding. Dus, maar jij gaat mij nu verrassen. Ja, we beginnen met Photoshop. Photoshop is eigenlijk een effect. Dit is versie 2. Versie 1 bestond al. Zelfs Mosby wordt er enthousiast van. Mosby wordt er enthousiast van. Het is een truc van SenseMind. En ik vind altijd met SenseMind moet je een beetje voorzichtig zijn. Ja, ja. Versie 1 zit erbij en versie 2. Maar wat doet het? Kun je het laten zien? Ja, natuurlijk. Nou, het idee is dat je een foto hebt. Die foto die pak je heel even eruit. En dan zou je je hand open willen doen. Dan kun je de munt uit de foto halen. Dus als het ware, real life Photoshop. En dat is een beetje het idee. Dus ik zal het heel even voor de close-up camera laten zien. Dus eerst stond hier een munt op. En die munt die verdwijnt en die wordt echt. Dat kan met een munt. Maar je krijgt veel meer afbeeldingen. Je krijgt ook een... hier bijvoorbeeld een foto met een... Die ligt hier. Ik krijg een kubus, een Rubik's Cube. Ja, een Rubik's Kubus. Maar ook een foto met een kaart. Dus kun je een gesigneerde kaart laten verschijnen en verdwijnen. Aha, dus ja, je stopt het in het fotohoesje. Dat laat je zien. Je haalt hem eruit en vervolgens dan produceer je hetgeen wat op de foto staat uit de foto en dan is het verdwenen op de foto. Dus dat is eigenlijk hoe het effect gaat volgens mij. Hè? Je kunt bij de nieuwe editie, want je krijgt dus twee versies. Dit is de nieuwere versie, dit is eigenlijk versie 1. Bij de nieuwere versie leer je ook nog een manier hoe je eigen foto's kan gebruiken. Oké, dat is wel cool. En je zegt SenseMind, daar gaat er al bij veel mensen gelijk een belletje rinken van dan moeten we veel knutselen of de trailer is mooi, maar eigenlijk is het perfect. Je hoeft dus niks te knutselen. Ik ben er heel erg enthousiast over. Je hebt ook nog refill boxes, dus wat je kunt doen is deze eventueel weggeven naar de rand. Dat is een souvenirtje hebben. Er zitten refill boxes bij en er zitten ook nog extra afbeeldingen bij met bijvoorbeeld een chocolaatje, dat chocolaatje tevoorschijn kan halen. En nog andere. Dus eigenlijk elk klein voorwerp kun je vervolgens produceren. Ja, en die verdwijnt dan uit een foto. Als je mij vraagt, een leuk effectje, zeker voor dit bedrag, want het is 28,95. En de refills zijn 18,95, dus het is ook nog wel te doen. En dan krijg je er hoeveel? Dat durf ik zo even niet te zeggen. Nou, dan kijken we eventjes. Het zal er wel in staan, neem ik aan. Het staat er niet in, maar het zijn er. Nou, je krijgt er een heel stel in ieder geval. Ik krijg in ieder geval een pakje. Ja, dan kun je weer mee aan de gang. Alright, toffe truc. Staat al op de webshop. Staat op de webshop. Is al gewoon te bestellen. Al een tijdje zelfs. Zelfs in coronatijd. Zelfs in coronatijd. Ja, top. Iedere week krijgen wij gewoon nieuwe producten binnen. Volgens mij lopen we nog gewoon goed op schema. Ja, ik doe hem zo meteen dicht.
We lopen goed op schema. We hebben nog steeds iedere dag dat we dingen bestellen. Dat we vragen krijgen voor bestellingen. En dat is ook allemaal geen probleem. Ja, en je hebt er nu ook veel meer ruimte voor. Hè? Dus je kunt, je kunt verzamelen. Ja. Hey, ik zie nog van alles mooi liggen. We hebben hier, zullen we deze doen? De first card. Ja, daar kun je van alles over vertellen. Dat is echt wel... De spitsen moeten we trouwens nog. Gaan we er toch mee door? Ja, we gaan er toch mee door. Ja, we gaan toch spitsen. We zitten een beetje met een dubio met spitsen. We zijn heel erg enthousiast over het spitsen. Alleen, spitsen is heel persoonlijk op ons. Terwijl daar hoeft vaak niet... Als wij zeggen 3 spitsen, dan kan het voor iemand alsnog 5 spitsen zijn. Ja. Dus daar zitten we een beetje mee. Ik zelf zou dit voor social media misschien wel gebruiken. Dus... Nou, ik zie dit wel gebeuren als je weer mag optreden, zeg maar. Want dat is nu natuurlijk een ander verhaal. Ik zie hier de kaart, dat is wel leuk. Ja, maar je zou het heel goed kunnen doen met, met iets van het bedrijf waar je op dat moment voor werkt. Hè? Dus dat je iets produceert van het bedrijf. Als je voor een bank is natuurlijk mooi geld produceren. Ja, maar je zou ook een gadget van het bedrijf tevoorschijn kunnen laten komen. En het is heel klein, het past eigenlijk zo in je zak. Ja, en je kunt er pack small, play big. Dus het is denk ik wel echt een gaaf ding. Als je het mij vraagt, 4 duim spitsen, 4 spitsen. Ja, ik ga er wel mee eens. 4 spitsen. 4 dan. Even ping 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 ping. 4 stuks. Super. Nou, top, 4 duim spitsen. Of 4 spitsen. 4 spitsen. Goede score. Dan hebben we hier de first kaarten. Ja, dat is jouw ding, hè? Dit is mijn dingetje. Mensen die hier komen, die weten, ik ben een kaartverzamelaar. Ik ben een enorm fan van kaarten. En sommige mensen snappen dat niet. Die zullen denken, pak je kaarten, wat moet je er in godsnaam mee? Maar als ik dit vasthoud, dan heb je in mijn mening een van de meest heilige kaarten op dit moment vast. Ik ben een van die mensen die denkt, ja, wat moet je er dan mee? Maar, als je deze dan ziet, zelfs ik word hier dan toch, ik denk, nou, het zijn toch wel echt toffe kaarten. Het zijn ook bijzondere kaarten. Ja. First kaarten. First kaarten komen van Chris Ramsey af. Chris Ramsey is momenteel de nummer 1 YouTuber op het gebied van puzzels en goocheltrucs. Hij heeft ook echt wel goochelen bij de jongeren echt wel aangewakkerd, heb ik het idee. Zijn video's zijn altijd heel erg leuk. En dit is eigenlijk zijn eigen merk. Shout-out naar Chris Ramsey. Precies. Ja. Hij werkt hiervoor bij Murphy's, heet de kaasbol, Momentum Mori, ontzettend populair. En nu heeft zijn eigen merk First. Is ook niet zomaar aan te komen. We hebben dus ook als enige naam momenteel in Nederland en België, zover ik weet. En dit is gaaf. Kun je ze laten zien? Voor de verzamelaar... Je kunt het erover hebben, over kaarten, maar voor de verzamelaar. Ja, voor de verzamelaar is dit sowieso een mooi iets. Namelijk versie, als je kaarten verzamelt voor waarde, dan, is dit een goede keuze. Want versie 1, die is van 15 euro waarde naar 300 euro waarde gegaan. Versie 2 is ook in waarde gestegen. En versie 3, dat is deze dus, die is ook in waarde gestegen. Maar die is momenteel weer gezakt omdat ze weer leverbaar zijn. Ze zijn een tijdje niet leverbaar geweest. Dat moment gaat weer komen dat ze weer niet leverbaar zijn. Dus voor die tijd, zorg dat je hem hebt. Ja, dit is wel gaaf, hè? Ze zijn zo uitspreid. Ja, zo, er zit een goud randje in. Ik zou aanraden, heb je ze thuis of ga je ze bestellen, doe ze niet open. Want dan blijven ze in waarde houden. Dit is versie 3. Versie 4 hebben we ook al binnen. Dat is de rode en de zwarte. Die hebben een zegel. Nee, versie 3 niet. Versie 4 heeft wel een zegel. En dit is iets meer futuristisch, de kant die Chris Ramsey momenteel opgaat. Ja, ontzettend mooi. Ik zal foto's even in beeld doen, dan heb je een beetje een idee hoe het eruit ziet. Ah, te gek. Oh, doosje van binnen. Kijk nou even hoe vet. Ja, dit vind ik wel cool. Maar ja, wat ik dan nooit snap, maar ja, dat is dan meer jouw afdeling. Bestel je een mooi pakje kaarten, dan mag je ze niet open doen. Nee, in dit geval niet. Normaal zou ik altijd zeggen, maak ze open, ga ermee spelen. Maar ja, bij deze of je koopt er natuurlijk gewoon 2. Je koopt er 1 voor open te doen en lekker mee te spelen en te klooien. Ik... En 1... Om, dat is eigenlijk de beste. Ik zou er 5 kopen, want dan heb je er ook nog 3 om te slijten. Gewoon 2. En top, te gek. Ja, mooie spellen, denk ik. Van binnen wil ik deze ook nog graag zien, maar dat doe ik wel een keer als Sven even niet oplet. Komt goed. Voor de prijs, deze zit voor de geïnteresseerden op €29,95 en deze op €19,95. Echte aanraders, ze gaan gegarandeerd in waarde stijgen, dus ben je een verzamelaar, hoort deze in je collectie thuis. Tof. Dan hebben we hier nog een paar dingetjes. Ja, die maar doen, hè? Ja, dat is wel tof. Ja, voor de mensen die er bekend mee zijn, dit zijn carrot cases. Carrot cases zijn eigenlijk voor mensen die kaarten verzamelen of willen highlighten. Ik ben van het openmaken, Sven. Laat zien. Ja, wordt gelijk. Ah, wacht. Ja, tuurlijk. Van die mooie verzameldozen voor je kaarten. Ja, hier kun je je kaarten mooi op displayen. Dus eigenlijk een mooie manier om je kaarten allemaal te tentoonstellen. Zonder dat ze door UV-straling beschadigen of dergelijke. Oh, en supermooie magnetische sluiting, die kistjes. En we hebben iets ontdekt. Ja, zoals mensen weten hebben wij een lasermachine. En wij kunnen deze kistjes perfect laseren met jouw logo. Of van het logo van het kaarsbordje erin gaan doen. Oftewel, we kunnen het helemaal customizen. En...
zoals je het fotootje ziet, het ziet er prachtig uit. Dit is van Mark zelf, die had het astronautenkaarspel. Rocket Deck. En die heeft ook een spijt. Het Zuidraket, hè? Zuidraket. Ja, even een schaamteloze reclame tussendoor. Ja, te gek. Ja, mooie dingen. Wat zijn de... Ja, de prijs euro's? Begint ongeveer vanaf 10 euro, maar we hebben de volledige collectie van carrot cases. En dat varieert tussen de 10 en sommige zijn zelfs 60 euro, dus het stapelt allemaal op. Maar die grote, deze is 57,50, dat is echt die grote... Ja, deze die zit op 15, maar we hebben ook nog een maatje kleiner. En, dus voor alles, voor ieder wat. Nou, te gek. De carrot cases, mooi spul. Dan hebben we nog... deze bewaren voor het laatst, de BDM-box, want die is, vind ik, de mooiste. Ja, zeker. Maar dit is ook iets aparts. Ja, deze hebben we al heel lang liggen. We zijn hier heel lang mee aan het spelen geweest. En we wachten heel even totdat we zoiets hadden van, dit is het juiste moment. Wat ik altijd zeg, is de mooiste gokartikelen zijn artikelen die in het zicht zitten. En, Hidden in plain sight. Hidden in plain sight, dat is wat ik zocht. En dat is deze truc. Wat je hiermee kan is een pakje kaarten wat gesealed of open is gemaakt, weer opnieuw sealen. Maar super clean. Ik zal het filmpje even afspelen nou erboven. Dus in feite heb je hebt een kaartspel, je doet je trucken mee, je doet je routine. Ja. Kaartspel gaat terug in het doosje en magisch gebaar. Ja, je wrijft eroverheen en het gaat weer terug. De gimmick is super mooi. Wie is dit? Gemaakt. Want dat is wel echt heel cool. Dit is van Orange Tree Company. Of Orange Tree Magic. Orange Tree Magic, ja. Bekend ook wel, wij hebben van Spark. Echt super gaaf. En Patrick Koen gebruikt het heel erg veel in zijn show. Mm-hmm. Die heeft het ook gedaan bij Chinese Got Talent. Iets Daar is het ook wel echt perfect voor, hè? Voor iets op televisie. Ja, het is fantastisch. Ja. Ook voor social media en dergelijke is dit fantastisch. Maar ook live werkt het echt heel erg goed. Er zitten duidelijke instructies bij. Dat is een goeie, want ze staan nog niet op de website. Maar dat komt zo meteen in beeld. Komt zo meteen in beeld, maar volgens mij zit het rond de 25 euro, 3 tientjes. Dus het is niet veel. Nou, te gek. Top. Nirvana. Hoeveel spitsen krijgt dit van jou? Ik zou het zelf... dit is niet mijn stijl. Ik heb er wel al veel mee gespeeld en ik vind het heel erg leuk. Dus ik geef het alsnog dan 3 spitsen. 3 spitsen, oké. Okay. Ja, ik moet het... ik ben wel enthousiast geworden van de trailer. Het is... en ik zou dit wel willen proberen. Of ik het echt werkelijk... Ik geef het 4 spitsen, Sven. Ja, dus, dat snap ik wel. Ik doe een duimpje bovenop, want het is echt wel vet. En ook als je de gimmick vasthoudt... We hebben hiervoor hebben het even gehanteerd. Het is echt... Echt mooi in elkaar gezet. Dus, Hey Sven, natuurlijk bij jou te koop. Ja? Andere winkels? Nee. Exclusief. Exclusief. Exclusief! Hey, wat gek. En is die, een pareltje. De BDM-box. Is het vet ding. Ja, heel mooi. Ik moet zeggen, toen ik hem ging bestellen, was ik heel benieuwd naar de kwaliteit. Hij twijfelde. Je hoorde het. Hij twijfelde. Maar, oh man, ben ik blij dat ik deze heb ingekocht en ook zoveel. Want ik verwacht dat ze zo wereldwijd zijn uitverkocht. Zo mooi dat het is. Je krijgt er een prachtige tas bij, zak van Bazaar de Magia. Ik zou hem niet gebruiken als je gaat optreden ermee. Maar mooi om hem te bewaren in ieder geval. Wat we hebben hier is, hij is open, ja, is een geldkistje in feite. En dan gaat het als volgt. Sven, mag ik jouw telefoon even lenen? Ja, tuurlijk. Even kijken, ik heb deze apart gelegd. Volgens mij zit dus telefoon erin. Slotje gaat dicht. 5 sleutels. Een van deze sleutels is dus de toegang tot jouw telefoon. Okay, even om vlucht te testen als ik er eentje erin doe. Het is echt, die gaan niet altijd die open. Die is het niet. Nee. Deze is het ook niet. Nou ja, een van deze is het in ieder geval. Even schudden. Schudden ze door elkaar. En dan wil ik dat jij 4 sleutels op gevoel eruit pakt en meteen hier in het gleufje van het kistje steekt. Maar eentje past maar. Eentje past, de rest past niet. Dus als ik deze er nou in doe... Dat zou een potentieel probleem kunnen zijn. Arrgh. Ga door. Dan ga ik deze doen. Op gevoel. Snel? Ja, ik zou het snel doen. Als je er te lang over doet, dan kan het misgaan. Maar ze zien er ook echt heel anders uit. Oké, helaas. Je hebt nog 1 sleutel over. Als deze past, heb je telefoon terug. Past die niet, dan moeten we een breekijzer erbij pakken. Dan kan ik mijn truc weggooien. Ja. Nou, lekker ben je, Mark. Nou, let's test it. Sleutel erin, wil jij hem zelf omdraaien? Ja. Oh, volgens mij. Oh, hij doet het! Ja? Yes! Hey, telefoon terug. Oh. Gelukkig, en de 4 sleutels ook weer terug. Maar dit werkt dus altijd. Het kan niet fout gaan. Dit kan... Hij is klem. Oké.
Nee, dit werkt altijd. Ze kunnen, uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wanneer de kist open gaat. Wat een gave truc, man. En het is niet dat er ergens een geheim knopje zit of wat dan ook. Of dat een magneet in een plek. Nee, helemaal niks. Helemaal niks van dat. De toeschouwer kan het eigenlijk allemaal zelf doen. En dit is echt, het is een klassiek mentaal effect. Je zou zelfs die sleuteltjes kunnen laten namaken, waarbij die ene specifieke sleutel die dus wel open gaat, die apart houdt. En dat je allemaal, misschien wel een schaal met 100 sleutels, en zo kun je dat dan gewoon doen. Heel leuk. Dus, ja, dit is echt wel een tof ding. En hij kost €215. Wel prijzig. Prijzig ding, maar wel echt een pareltje. Als ik het zo zie, vind ik het waard. Waar ik heel erg bang voor ben, is vaak met duurdere producten, dat het eigenlijk een bestaand product is wat ze een beetje hebben aangepast. Maar zoals het er nou uitziet, is dit echt helemaal fantastisch vanaf het begin af aan ontworpen. Ja, prachtig ding, ja. Ook alles met goud en alles mooi dezelfde kleur, het klopt gewoon helemaal. Ja, mooi ding. Nou, jij hebt je telefoon weer terug. Daar ben ik blij mee. Ja. Dan kunnen mensen toch weer, jullie weten weer bij de live chat terecht. Jullie weten weer wat de nieuwste producten zijn. Is er nog iets wat we willen vertellen? Nee, ja, we hopen dat we snel weer open mogen na corona, na heel de lockdown. We zijn natuurlijk hier super druk bezig geweest met de verhuizing. En we hopen dat we het ook zo snel mogelijk kunnen delen met iedereen. De spitsen nog. Oh, ja, het is voor mij heel duidelijk. Het is vijf spitsen. Dit is fantastisch. Ja, 100 miljoen miljard spitsen. Dat is wel heel veel. Ah, zo goed. Ik vind alles prima. Ja. Ja, verder iets wat we moeten meedelen. Ja, wees erbij 23 februari. Het kost niks en je hebt een geweldige avond. Even inschrijven via premiummagic.nl. En dan vind je hem vanzelf, hè? Ja, dan staat hij automatisch bij events en ook als een product apart. En anders kijk even op onze Facebook. Als je even scrolt, kom je hem al tegen. Alright, cool. Super. Nou, en dan zouden wij zeggen, tot de volgende keer.